vrijdagmiddag, bijna weekend, maar een heel tof feestje. Want ja, dit soort bussen die je achter ons ziet, die hebben natuurlijk heel veel in Groningen, maar overal. En die moeten natuurlijk ook helemaal naar zero-emissie. En met Nationaal Programma Groningen hebben we subsidie gekregen om dat voor elkaar te krijgen. En Fleur Greper, gedeputeerde mobiliteit, die gaat ook vertellen hoe dan. Ja, dit zijn bussen die rijden meer dan 700 kilometer op een dag. En dat kan je nou eigenlijk nog niet op een batterij. Dus ja, dan moet je toch echt kijken naar andere vormen. En deze gaan we ombouwen tot waterstof. En dat betekent dat we de dieselmotor eruit halen, elektromotor erin, brandstofcel erbij. En dan hebben we eigenlijk een kleine waterstoffabriek hier in de bus zitten. En kan die ook gewoon zero emissie rijden. En dat is interessant omdat deze bus in onze dienstregeling rijdt. Maar dit is een touringbus. Dus ook alle andere touringbussen kunnen dan ook in één keer zero emissie worden. Dus het is deze keer niet alleen maar voor onze eigen dienstregeling, maar ook nog eens een keertje voor de maatschappij als geheel. Ja, dus deze bussen kunnen dan gewoon allemaal omgebouwd worden. En op die manier gewoon op een energie-neutrale manier rijden door de provincie en de stad. Nou, dat wil toch iedereen? Beetje groene waterstof erin, dan is die helemaal groen. Ik zeg slim en groen. Absoluut.